Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Café Tours en Rabobank Peelmaas en Leudal. Leuk dat je er weer ziet bij het Vastelovenscafé van Amroep PNM. Het ziet er heel knus en gezellig uit en hier hebben we de plus. Vreusken en Ug, wat is uw favoriete Vastelovensnummer? Katrien van de Blackfeus. De Blackfeus uit Kullen, hele goede keus. Of van Zwaarbroed. Prima. Je kan nog stemmen op uw favoriete Vastelovensnummer voor de top 111. Stem dan op amroeppnm.nl. Maar we gaan nu beginnen. Laat gewoon. Welkom bij het Vastelovenscafé. Tegenwoordig ook op donderdag goed gezonden. En wie leuk, ik zit hier met de plus. Maar ja, nu heb ik één heel groot probleem. Ik woon wel al een paar jaar in Peelmaas. Ik woon nog wel een paar jaar in Maasbree. Maar wat is in hemelsnaam de plus? Dat is een goede vraag, eigenlijk. We zien geen vastelovensvereniging of zo. We noemen ons FC de plus. We zijn eigen club vastelovensvierders die één à twee keer in het jaar een ludieke activiteit organiseren. Zo moest dat zijn. En FC staat daarvoor vast comité, dat is een soort clubje wat zo overkoepelend over allerlei verenigingen, clubs, muziek, gezelschappen heen gaat. En we doen het met z'n allen een oven organiseren en dan doen we dat eigenlijk vooral voor onszelf. Dat is eigenlijk de plus, zal ik maar zeggen. Plus. En wij zien Gera, en welke rol heb je bij de plus? Ik ben de president van het festcomité. Bij deze, dan moet ik nog zeker, even... Dan zit je dat ook met deze? Ja, dat weet je niet. Ja. Ik moet nog even op de appgroep, maar... Deze bekendgemaakt. Ja. We hebben... Met een waan. Ik neem aan dat dit de persvoorlichter is. Ja, het vingen jullie goeie. Ja, precies. Goede kamer, dit is wel echt, dat is Prins Tuur de eerste van vorig jaar. We hebben... Zien een onnoemelijke doorluchtige hoeigheid, Prins Tuur de eerste. Mat en Monique zien... Monique is altijd het... Ja, bestig? Meubeleer. En Monique is het buttonmeetje altijd. En ik moet dat beren. En die moet beren. Ja. En dan brengt ze ook een hoes? Of dat, ik breng nemen ze een hoes. En eigenlijk zit je hier te gast in de Pluzentempel, want dit is vrijdag. Dit is al twee jaar als residentie, zou ik maar zeggen. Hier vindt ieder jaar het Pluzenbal plaats. En we zitten in Café Tours, is het voor dit? In Café Tours, ja, in Fiesta Tours. Ja. Okay. En wanneer is het volgende grote evenement? We hebben het Pluzenbal, vrijdag. En dan kijken we weer er allemaal aan, blief. En zo. En dan kijken we of we dit jaar nog wat doen, maar ik denk het niet. Want de meeste mensen spelen in bandjes en in jeugdschapellen. En dat weet allemaal uit in de vastelovend. De meeste zien amper of niet Tours die dagen, of niet in Peelmaas, zeg maar. Dus dan schuiven we meestal al op naar het Jordanoor, zeg maar. Heeft het Pluzenbal dan nog een thema dit jaar? Dit jaar het thema is maskerade, oftewel echt een ooierwets gemaskerd bal. Dus als er geen masker op is, kunnen ze niet binnen. En om 12 uur moet iedereen zijn masker weer afzetten. Dan kunnen ze wel binnen. Dat kan gevolgen hebben. Dat kan, ja. Dan kunnen ze wel binnen, maar dan zou je willen dat ze niet binnen was. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik zou het wel nog positief brengen als morgen iemand moet komen. Dat doen we, ja. Maar doe het vooral een masker op. Dat is wel aan te rooien, zeg maar. Ja. Dus we zien ook een beetje, altijd we zitten tussen heel traditionele vastelovend, want daar zijn we eigenlijk allemaal gek van. Dingen aan ooievennerse leedjes en allemaal dat gebeuren. Gemaskerd bal zien ze bijna niet meer. De Raaf in de stad, hè. In Venlo heet een heel beroemde balmaskee, wat echt een aanrijder is om een keer mee te maken. En tussen vernieuwing. We hebben bijvoorbeeld iedereen moet zijn telefoonnummer doorgeven. Alles gaat bij ons digitaal. Tweede scherm, de oven zelf, zou ik maar zeggen. We hebben de Prins werd gekozen. Tuurn is vorig jaar gekozen. We hadden 4 kandidaten en die zien het allemaal niet geworden, want iedereen mooi Tuurn als Prins. Wie wel heeft dat gekozen? Een beetje neuzel doen. Juist. Dus we maken gewoon gek. Echt vastelovend om de vastelovend. Niet te moeilijk, flauwekul maken. Goeie muziek. We hebben Sloetiestiet, we hebben Zwaarbroed, we hebben Alaaf Airlines, we hebben Storn, help me even jongens, de Badjakkers, om maar wat te noemen. Ieder jaar hebben we wel fantastische muzikale gasten. Tjaatje van Troogpeper, dat uit de ganse oven kallen. En dan weet ze ook hoe laat het is. Dan weet ze wel een beetje de laaiing van de oven, zou ik maar zeggen. Dus het wordt echt een fantastisch feest. Okay. Dus morgenavond, yep. Hier in Café Tours. Yep. Vanaf wie laat? 8 uur deur op, 9 uur begin programma, 12 uur demaskee. En dan deed Rob Zeden nog 2 uur lang fantastische pletjes draaien.
aan een fantastisch programma. Je hoeft nog maar één dag te werken, man. Zeker. Ik zou beginnen met spek met Engels, zoals het over dit ben ik bang. Nou, bedankt voor de komst. Heel veel plezier morgen. En ja, plus zou ik zeggen. Super. Doen we. Hey. Is het een viertje zonder mik? Kijk wie Rutte hoeten zien beslagen. Ik pak de jas en spooi me grap. Nog het café erbij getap. Een laatste oog heeft toch nog niet geslagen. Kom jongens, zet hem op! Zien wij nou even afgestapt? Kinderzalig of gemekker, geloven zien wij klaar. Het allerschoonste viesje van de laatste 11 jaar. Dus zeg ik in de Rijn, hey, goeienavond. Welkom in café, welkom in café, welkom in café, de vaste loven. Hey! Wil jachten, goede toepers, wegen, dammelnest nog in gezicht. Moet heel groen en beren, hele kleuren. Ons stamcafé wil breed en lang, het plekst geworden en in goed hang. Kom door mee en laat het heen gebeuren. Hey, rug de hoede lang af uitgetapt. Van boekcafé zien we nou even afgestapt. Kippen zaaien of gemekken, de rollen zien we klaar. Het allerschotste viertje van de laatste elf jaar. Dus zeg ik in de Rijn, ik hoor je loven. Welkom in café, welkom in café, welkom in café, de vaste loven. Huf de glazen rond verloven, het is ongelogen woord. Het allerschotste viertje van de laatste elf jaar. Er is in Bergen nog niet door. Eeuwig toe de lange vaart getapt. Van Broekcafé zien wij nou even afgestapt. Kinderzalig of gemekken, vanover zien we klaar. Het allerschotste viertje van de laatste 11 jaar. Dus zeg ik in de Rijn, ik gooi je loven. Welkom in café, welkom in café, welkom in café, de vaste loven. Ik zit hier vandaag met André en Peter. Deze week hebben ze het trieste nieuwsbericht dat Wil Vestjes overleden is. Peter Dichems Wil persoonlijk gekend en André zit hier natuurlijk vanuit de top 111. Peter, wat was in de mind met Wil? Nou, ik ben jaren geleden ben ik secretaris geweest van de carnavalsvereniging in Heldendorp, de Dorpenkuus. En we hadden een liedjesavond en daarvoor had ik Wil Vestjes benaderd of hij bij ons in de pauze kon optreden. En Wil was direct heel positief, dat doe ik wel en hij zou hij kromvoets meenemen. Nou, prima. We hadden de liedjesavond op vrijdagavond, dat de winkels gesloten waren. En de donderdag ervoor belt zijn vrouw op dat Wil in bed loog met 38 koorts. Nou, waar een klein probleem. Maar de Blaaskapel van Dorp heeft dat heel fijn opgelost doordat ze in de pauze Venlose liedjes speelden.
En een aantal dagen daarna belde Wilm me op en zei, wat verdomme Peter, dat zit me niet lekker en het gaat hem niet. En hij zei, ik kom het volgend jaar, kom ik. En dan breng ik Hai mee en dan breng ik Klaar Hins ook nog mee. Ik zei, nou, dat is prima. Het jaar gaat voorbij en we hadden de nieuwe liedjes over. En we waren een hoor of zeven waren we op een bouwen. En er zit Theo Aert, zit Peter, er is bezoek voor dich. Ik zei, bezoek, het is 7 hoor, ik verwacht niemand. Want de liedjes over zo pas om 8:45 beginnen. 11:45. Dus ik kon naar de bar, want die zoet het hoor. En daar zoet Wil Vestjes en Hai Kroonvoets en Klaar Rensen. Ik zei, wat kom je doen? We beginnen pas om 8:45. Ja, maar we komen even een sfeer proeven. Nou, geweldig. Nou, de liedjes over het geit van start en de pauze breekt aan. Nou, en ze gingen met z'n drieën de bühne op. Nou, ik heb zelden zoiets meegemaakt. De dag, dat ging er vanaf. Dat was echt niet normaal. Iedereen was er normaal in een, bij een liedjesavond, hebben ze in de pauze. Dan willen de mensen allemaal proten. Nou, er wordt niks geproot. Dat was één groot feest. Echt hoor. En na de pauze zijn we doorgegaan met de liedjesavond. En op een gegeven moment, het was 11:45 of zoiets. Toen keek ik toevallig naar de bar. En daar zaten die drie nog. Dus ik ging er naartoe, ik zeg tegen Wiel, ik zeg, hoef je nog niet in hoes toe? Nee, zeg, het is je kei gezellig, we blijven hier nog even zitten. En die hebben er nog, dus vanavond oor of 7, tot 11:45 door, hebben die door gewoon gezellig gezeten. Het was echt wel een feest, maar echt een feest. Dus ze hebben in Venlo het gezag, weten ze hoe ze echt het kennen? Ja. Blijkbaar wel, joh. Dat was echt leuk. Ja. En André Diep is bezig met de top 111, hoe ja. Nu ook voor gestemd kind waren. Ja, wie wil keer het wiel van het verleden ingestangen? Vorig jaar heette er met 8 liedjes ingestaan. En nu zien we dus ook al bezig met de stemmen, want de eerste stemmen komen binnen. En ja, er staat er ook veel kieren in dit jaar weer waarop gestemd is. Maar ja, wat wil ze als ze zoveel liedjes achterlaat? Ze 6 keer finale gehad, LVK. 5 keer met Hai Kroonvoets, 1 keer met G. Deene. Josephine was de laatste worden met gewonnen hij. Boete Dead heeft nog heel veel teksten geschreven, ook voor de Venlose Revue. Volgens mij heeft hij bijna 100 keer met op de planken gestaan met de Venlose Revue. Dus ja, dat is een mens die weet wie de liedjes moet maken. En dat zie je dan ook in de stemgedrag van mensen terug. Want er zit wel ergens iets van Wiel in, of wat Wiel ooit mij heeft gezongen. Want hij heeft met zoveel dingen, met Kamereutjes onder andere en nog meerdere groepen en de Joost. Ja, we zien hem overal terug. Dus ja, voor het Limburgse Vastenovens gebeuren is dit wel, en vooral voor het Vinnelse gedeelte, zeker een flinke klap, ja. En ja, de top 111, Lu kennen het nog voor stemmen. Ja. Wie kennen Lu de voor stemmen? Ze wil nog een laatste eer willen geven op die manier. Nou, ze kunnen altijd stemmen via de site van Omroep PNM. Als ze op die site gaat, dan is ze erg boven in Cupkanaal Vastenovens. En dan kom je op een linkgoed van de top 111. Daar kun je je favoriete top 11 liedjes invullen. We doen die inventariseren, we maken er een lease van en dat is het leuke van deze top 111. Duk is radiostations die maken gewoon, ja, pakken gewoon een deel liedjes, zetten ze onder rijn en dat gaan ze draaien. Maar dit is, en we hebben dat vorig jaar voor de eerste keer gedaan, dus echt samengesteld door de luisteraar zelf. En we gaan gewoon kijken wat hier de meeste stemmen en dan gaan we helemaal naar onder toe tot de top 111 compleet te krijgen. En wat we veel dat we door de top 111 draaien, doen we nog een paar liedjes draaien. Of er zien er dan heel veel die er niet in komen, maar dan pikken we er nog een paar uit die het net niet gehaald hebben. En dan hopen we ze deze keer erin te krijgen. Een beetje dezelfde aanpak als wie ze met de halve finale van het LVK doen. Klein als beetje je draait wat op zijn pech. Steeds ze er helaas niet in. Maar ja, we gaan ook een klein beetje op tour, want volgende week zaterdag gaan we met een busje rond de top 111 bus door Peerlemaas heen. En dat doen we dan samen met het programma Vastenovens samen. Gewoon alle kerkdorpen af, daar kunnen mensen stemmen, er komen ook allemaal stembriefjes te liggen, die hebben zij trouwens al goed gedeeld vanavond. Er zullen de correspondenten komen van de Vastenovensverenigingen, die we elke week interviewen. Maar ook artiesten uit het dorp laten we dan mee optreden. Dus er komt de ganse dag Vastenovend on tour door Peerlemaas. De Vastenovend komt naar je toe deze zomer. Ja, nou deze winter maken we van, als er van de zomer nog is, dan liep ik lang. Maar ja, de top 111 doen we frietjes voor de Vastenovend. De ganse dag gaan we uitzenden van Oetkapel. En ja, wat nummer 1 is, Wim Geit, Bjorn en Mieke verslonden, dat moeten we nog afwachten, want dat weten we nog niet. Maar het is wel spannend in de
tot nu toe zit het allemaal dicht bij jij bovenin. En wie groot is die leger wat straks gaat tellen? Of gaat ze dat helemaal alleen doen? Nee, dat gaan we niet. We hebben een kleine redactie die dat dadelijk allemaal samen gaat stellen. Dus alle stemmen die nou binnenkomen, die gaan we al in een Excel-programma zetten. En dadelijk rolt er een programma uit. En dan gaan we met een paar man alles op rijken zetten. En dan ben benieuwd wat dit jaar nummer 1 wordt. Maar dat heb je zelf in de hank, wat dat geeft weer. Ik heb zelfs al de vraag gekregen van, ja, Frubby de Lies. Het zijn 11 nummers die ze kunnen invullen. Geeft dat ook op volgorde of maakt dat niet? Dat maakt niks uit. Nee, het zijn gewoon 11 nummers die ze kunnen invullen. Wat stik op nummer 1 hier stond, dan gaan we niet zeggen, hey, dat is nummer 1 van dit. We doen ze allemaal turven. En die wie daar de meeste stemmen heeft, wordt nummer 1 van de top 111. Zo gaat het in zijn werk. Ja, heel veel succes in ieder geval met het stemmen. Dank je wel. Ja, ook sterkte met toch de plotselinge overlijden van Wiel Vestjes. Mm. En we maken er het chance van. Dat doen we zeker. Ik sta hier met de heren van de Tonnenzak. Ik heb toch weer besloten om dit jaar mee te doen. Wie zit hier op het liedje gekomen? Wij hebben het liedje geschreven. Wat, vertel, hoe komt het vanavond? Nou René loopt wat vertellen, want René is onze grote inspirator. Dat is het brein. Ja. Wie ik op het liedje ben gekomen, hè? Ja. Weet ik. Achter zien we van de Stroodaf. In Limburg, wandelen. Wat? Ja, ik was in Wielingen aan het wandelen. Met die vrouw in de bus, in de regen. En ineens toen met de regen waar ik dat liedje aan het zingen. Achter zien we van de Stroodaf. Ze lepen nog in het weiland, hè? Ja. En we komen het vanavond. Achter zien we van de Stroodaf. Dat werd heel druk gezag in Limburg, hè? Van bescheiden Limburgers. En iedereen is druk met de Vastenavond. En het is dicht te doen. En dan zeggen ze, daar zien we van de Stroodaf. En dan, dat is een beetje de strekking van het liedje geworden. Dus, en die vrouw was de consequentie ervan dat ze dus met tegen in het bos gaat lopen en dicht vervolgens dus ook een hoofdje op kwijt is? Eigenlijk wel. Ja, veermond. Nou heren, hartelijk fijn dat je hier zit. Hartelijk bedankt dat je kleedje wilt zingen. Hier zijn ze aan de Tonnenzak met Van de Stroodaaf. Zo wat een hele dag volg ik mee aan het ganse jaar. Blauwbekken met plekken in de bouwluts, de papiermaché is maar niet kloor. Stijzigheidse pleiten stond te stangen met behangen is de wagen door. Stressen des ze werd, zes ze moest pinselen, ja zeker wie ze het laatste oor. Volgen ze is het druk. Dan zeg ik al te duur. Ach, dan zien we van de stroot af. We zien weer van de stroot af. Als ze heen geboren is, werd ze waar het is. We zien weer van de stroot af. Ach, dan zien we van de stroot af. We zien weer van de stroot af. En ieders kies om door hun. Maar dan is het al laat. Zeg, waarom zit ze G-L-I-K-O en kumbut maar ik klo achter dat nijmachine. Stoffen kopen, knippen en maar blijven hippen om dit jaar het moeist te zien. Achter een gordienke snel nog een is even schminken, duik een centje pin. Want zo helpt de vastenovend, vroeg belovend, gans het zie je aan de lien. Vroegen ze is het druk, dan zeg ik altijd dan zien we van de stroot af. We zien weer van de stroot af. Als ze heen geboren is, met ze waar het is, we zien weer van de stroot af. Ach, dan zien we van de stroot af. We zien weer van de stroot af. En ieders keer zonder genier wil ik toch meer, maar dan is het al laat. Alle goeie mensen in hukken. Ach, dan zien we van de stroot af. We zien weer.
de stroot af. En in de sneeuw zonder gemier wil ik toch meer, maar dan is het al laat. En in de sneeuw zonder gemier wil ik toch meer, maar dan is het al laat. Hoppa! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Café Tours en Rabobank Peelmaas en Leudal.